Vandaag breng ik bezoek aan het grootste dorp van Overbetuwe. Het is het dorp met een Romeinse tempel onder de grote kerk. Het dorp dat bekend staat om het Betuwse fruit en het dorp dat een naamgenoot heeft in de provincie Utrecht. In een zijweg van de Dorpstraat bevindt zich het gezellige Cozy B&B. Dit is B&B in Elst. Cozy Bed and Breakfast, hoe lang besta jij al, Inge? September 6 jaar. Dat is al best lang. Ja. En wat, waarom? Waarom begin je een Bed and Breakfast? Ja. Je denkt leuk. Nou, het is ook hartstikke leuk hoor. Ik ben er al heel lang mee bezig om een bed and breakfast op te starten. Omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Ik kom uit toerisme. Ik heb in de hotellerie en de sales gewerkt en events georganiseerd. En dat een groot hotel is nooit mijn ambitie geweest. Toen dacht ik een bed and breakfast, dat is leuk. En ben ik al wel 10 jaar mee bezig. Misschien wel 15 jaar al. En toen dacht ik, ja, waarom niet in Elst? En toen zijn wij een pand gaan zoeken. En uiteindelijk is dat dan hiernaast geworden. Dat huis waar we wonen, dat hebben we samen gekocht. Ja. En daar hebben we dan 3 bed and breakfast kamers gerealiseerd. Helemaal prima. Helemaal leuk. Nou, goedemorgen nog een keer. Goedemorgen. Goedemorgen. Eet smakelijk. Dat ziet er goed uit, hè? Ja, dat ziet er heerlijk. Ja. Ja. En weet je ook wat het is? Dat is een cake-achtig gerecht met verse bessen en rood fruit. Ja. Heer, warm. Warm. Met ja, poedersuiker. Ja, heerlijk. Heerlijk. Iedereen krijgt een klein warm voorgerechtje. En daarnaast krijgen ze dan de croissantjes en de yoghurt en het fruit en een klein buffetje eigenlijk daarna. En hebben jullie een beetje lekker geslapen? Ja, we hebben in de perenkamer geslapen. Oh, wat leuk. Ja, en waren er ook, ik zie hier een peer staan. De kamers zijn thematisch. We hebben een appelkamer geloof ik en een perenkamer en een kersenkamer. Ja. En dan het hele, de hele kamer door is overal kom je thema peer tegen. Tot in het kleine raampje van de kamer waar weer een peer in het glas is verwerkt. Ja. Grappig. Omdat we hier in Elst zitten, dit is 1 groot fruitgebied. En je wilt toch een thema aan je kamers geven. En Elst staat bekend vanwege de Elsterappel. Dus waren wij er vrij snel uit om alle kamers een fruitthema te geven. We hebben die Elsterappel, kersen, peren en nu net nieuw de pruimen droomgaard hebben we erbij gekregen. Nog 1 kamer erbij gerealiseerd. Dus hebben we een appeldroomgaard, een kersendroomgaard, een perendroomgaard en een pruimendroomgaard. En jullie gaan vaker naar bed and breakfast toe of niet? Nou, de laatste die we voor hier bezocht hebben was in Friesland. Ja. Dit is wel een hele bijzondere. Hè? En wat maakt hem dan zo bijzonder? Nou, de ontvangst, de uitgebreidheid van de ontvangst, hoe dat de kamer erbij zit. En dan is de prijs, kwaliteit, is gewoon vet in orde. In orde. Ja. Want jullie komen niet hier vandaan uit Elst, hè? Waar komen jullie wel vandaan? Uit Roosendaal, Noord-Brabant. Oké, ja. En wat bracht jullie dan naar Elst? Wij zijn op doorreis naar wellness in Buslo. Ja. Oh, lekker. Ja. En dan is een nachtje eerst hier in Elst. En dan wilden we dan niet een rund doen. Ja. Ja. En we willen daar vandaag een beetje op tijd zijn. En hebben jullie iets van Elst kunnen zien of nog niet? Ja, wel gistermiddag. Ja, want je loopt echt hier zo het centrum natuurlijk. Ja, een leuk centrum. Ja. Weinig leegstand viel ons direct op. Ja. Ja, het is een heel levendig dorp met... Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik denk dat ze meer winkels hebben hier dan bij ons in Roosendaal. En de stad Roosendaal is vele malen groter dan Elst. Ja. Ja. Even inbreken. Ja. Lust van gekookt eitje? Ik lust van een gekookt eitje. Ik weet van Franken, En ik heb hier een stukje appelcake liggen. Ja. En die heb jij zelf gemaakt. Ja. Ik heb hem nog niet geproefd. Ik ga hem wel even proeven nu. Ben jij een vork? Nee, ik heb 2 handen. Ja, daar gaat het heel goed mee. Ja, de appeltjescake, de appeltaart pakken we allemaal zelf. Ja.
En komen het fruit ook van hier uit de regio? Ja. Ja. Oh, eigenlijk uit het dorp. Elster appel zit erin. Ja. Ja. Ja, niet te zoet. Een beetje kaneel. Ja. Ja. Heel lekker. Klopt, ja. Jij heet Cozy. Je hebt vast met een reden voor die naam gekozen. Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar ik zal hem kort houden. 7 jaar geleden, denk ik. 6, 7 jaar geleden. Guy zijn zoon is getrouwd op de Filipijnen. En na die bruiloft zijn wij naar een klein, heel klein resortje gegaan. En dat heette Da Cozy. Oh. En toen hadden we zoiets van, die da halen we eraf. En dan blijft Cozy over. Ja. En dan de z met een z, omdat je dan dat z van slapen hebt. Ja. Leuk idee. Ja. En cozy betekent natuurlijk ook gezellig. Gezellig, ja. 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 Heel leuk, ja. 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 Leuk, het zit een beetje tussen een dorp en een stadje in Els, ja. Qua ja. Formaat en qua winkels. Ja. Het is echt wel leuk hier. Ja, klopt, ja. Ja, maar dat vertelde mevrouw van de Wereldwinkel ook van, ik kom eigenlijk nooit in de stad, want we hebben hier eigenlijk alles. Ja. Maar goed. Komt ook niet goed. Echt. Dan zitten we te kletsen en dan vergeten we te eten. Ja, precies. Lekker warm. Ja, ik ga u een schoon bord geven. Ja. En schoon bestek. En dan ga ik u uitnodigen voor het buffet. Okay. Amai. Het is niet alleen voor de gasten van de Bed & Breakfast volgens mij. Nee, dat klopt. We hebben het ontbijt altijd hiernaast gedaan, waar we wonen. Waar 3 kamers zijn. Daar heb ik een ontbijtruimte gebouwd. Of wij. En die ontbijtruimte, daar hebben ze altijd ontbijt gehad. Maar toen kwam dit pand vrij. En het staat zo goed als op ons terrein. En toen die winkel wegging, werd ons gevraagd van, willen jullie er wat mee doen? En toen had ik zoiets van, dat heb ik al heel lang in mijn hoofd. Hoe leuk is dat om je taartjes en cakejes te bakken en dan een theehuis en dan om 5 uur mijn wijnbar. En dat doe ik niet hoor, 5 uur is gewoon klaar, ja. Dan is het klaar. En dat hebben we gedaan. En Guy, mijn man, heeft een 3D-printbedrijf, heeft hij ook achter. En die zei van, nou, dit gedeelte ernaast, want het is voor mij te groot. Dan kan ik een beetje uitbreiden in mijn 3D-printen. Want dat gaat ook hartstikke goed. Vind je ook terug trouwens in mijn in de Bed & Breakfast 3D-print gebeuren. En op welke manier dan? Bijvoorbeeld deze houdertjes. Oh. De menuhouders. Mijn eierdopjes zijn 3D geprint. In de kamers, maar dat zie je zo ook. Zie je toiletrolhouders. Die zijn ook 3D geprint. Er zit bovenin zit een gleufje. Dan kan je dan je mobiel insteken. Zodat hij niet in het toilet valt. Handig. Het zeebakje. Maar de botertjes zijn 3D geprint. Ja. En als jullie nu een cijfer zouden mogen geven voor deze Bed & Breakfast. Wat zou je dan geven? Als u het zo ziet. Als u het zo ziet. Ik heb nog geen minpuntjes gezien, hè? Dus ja, een 10 is altijd geloof ik voor iemand anders, hè? Ja, nee, wel een 9. Dikke een 9, dikke. Ja. Ja, ja, zeker een vette 9. Ja. Ja. We hebben gisteravond nog, kwamen terug uit het dorp, hebben hier lekker gegeten in het dorp. We hebben nog een wijntje gedronken in de tuin. Oh, wat leuk. Ja. Ik zie ook, het was ook nog een buitentje. Ja, een mooie buitentuin met stoelen. Ja. Een flesje rosé is er nog gesneuveld. Ja. Ja. En je hebt nog een gezamenlijke tuin, begrepen we net. Ja, we hebben ook nog een tuin en het zwembad in de zomer. Dus kom ik het glaasje wijn ook nog brengen terwijl je in het zwembad ligt, hoor. Nou, ik weet al waar ik op vakantie ga. Ja. Probeer ik tussendoor zelf ook nog in dat zwembad te liggen, maar dat lukt niet. Ja.